Wij zijn echt ontzettend blij en trots dat Mona en voor ons de Kamer in wil. Want Mona is ook de nummer 2 op de lijst. En de Kamer in wil. Maar ook, mocht de BBB in een coalitie komen, ook bereid is om minister-president te worden. Als daar om wordt gevraagd. Maar behalve dat wij bekendmaken dat we Mona op nummer 2 hebben en de beoogd minister-presidentskandidaat is, kunnen wij ook bekendmaken dat Lilian Helder van de PVV, Nikki Pauw Verweij van Jaar 21, Dirk-Jan Epping van Jaar 21, zich per direct aansluiten bij de BBB-fractie. Wat zal betekenen dat BBB bij het start van het parlementaire jaar niet met 1 zetel in de Kamer zit, maar met 4 zetels in de Kamer zit. Maar de afgelopen maanden heb ik wel gezien hoe de BBB politiek bedrijft. Praktisch, no-nonsense, wars van politieke spelletjes, buiten het verstikkende systeemdenken, echte oplossingen voor echte mensen zoekend. Toen vervolgens een aantal maanden geleden, het zal ergens half april geweest zijn, Caroline aan mij vroeg of ik actief wilde worden voor de BBB, was toen toch mijn antwoord nee. Je stapt na 34 jaar niet zomaar over. En ik was trouwens ook vast voornemens, en dat had ik ook al een aantal keren gezegd, om niet meer politiek actief te zijn. En toen schreef ik dat essay. Waarom faalt de overheid bijna altijd? En ik voelde gewoon het politieke vuur weer branden. Ik voelde weer hoe belangrijk ik het vind om mensen die vermalen worden te helpen. Om echte oplossingen te bedenken. Om bij te dragen aan de economie. Want we moeten het uiteindelijk allemaal hier met elkaar samen doen. En ik heb toen besloten om de stap toch maar te zetten. Om te doen waar ik energie van krijg. Waar ik goed in ben. En waar ik mensen ook hoop mee kan geven dat ze gezien worden.